Goedemorgen, mijn naam is Joost. Aardig met volumeoppervlakte van een kubus. Ja, hier een kubus gegeven. Een kubus is een figuur die allemaal dezelfde zijde heeft. Ja, dus de zijde wordt overal gebruikt. Dat betekent de inhoud, het volume van een kubus is gewoon z tot de derde. Dat betekent volume is z maal z maal z of z tot de derde. Ja. Dus dat is z maal z maal z. Ja. Dat is een kubieke centimeter, dus een inhoudsmaat kubieke centimeter of kubieke meter, kubieke decimeter. Ja. Wat is een manteloppervlakte? Deze mantel die zo loopt, de vier vlakken. Elk vlak is oppervlakte z kwadraat. En dan ga je maar vier keer optillen. 1, 2, 3, 4, dus maal 4. Dus 4 keer z kwadraat. Ja, dat is een oppervlakte, dat is centimeter kwadraat of decimeter kwadraat of meter kwadraat. Dan heb je de totaaloppervlakte, dat betekent de manteloppervlakte plus de twee bovenoppervlakten. Die zijn allemaal gelijk, die zijn allemaal vlakken met oppervlakte z kwadraat. Dus 6 z kwadraat is de totale oppervlakte centimeter kwadraat. Ja. Je hebt dus in een kubus z tot de derde, manteloppervlakte 4 z kwadraat. Totaaloppervlakte 6 z kwadraat. Een voorbeeld hier, een kubus met zijde 3. Deze kubus heeft zijde 3, dus uw lengte is 3 cm of 3 meter. Dan uw volume is dan uw 3 tot de derde. Z tot de derde, oftewel 3 tot de derde. 3 tot de derde is 27, bijvoorbeeld 27 kubieke centimeter. Wat is dan de manteloppervlakte? De manteloppervlakte dat zijn 4 keren de zijde kwadraat, dus 4 keren, ja, deze oppervlakte hier, 4 keren z kwadraat. 4 keren 3 kwadraat. 3 kwadraat is 9, is 4 maal 9, is dan 36, dat is vierkante centimeter. Laatst gaan we gaan berekenen de totaaloppervlakte. De totaaloppervlakte betekent de 6 vlakken bij elkaar. De 6 vierkante feit, dat betekent 6 z kwadraat. Dat betekent 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus 6 maal 3 kwadraat. 6 maal 9 is 54 vierkante centimeter. Dat is het volumeoppervlakte van een kubus. Dank u wel. Bye bye. Inhoud, manteloppervlakte, totaaloppervlakte. Dank u wel. Bye bye.